Ja. Oh, Elias. Wil ik ook eens een lied twist. Hopelijk heeft Shirley er ook een beetje zin in. Ik heb er best zin in. Dag YouTube! Hallo! En welkom terug bij een nieuwe vlog. We zijn al 3 maanden bezig met vloggen. We zijn nog altijd hard aan het groeien natuurlijk. We leren elke dag bij. We proberen elke dag onszelf en onze video's te verbeteren. Ja. En hopelijk worden de vlogs ook gewoon leuker, entertainender. Ja. En wij vinden het nog steeds fijn. En moreel of moraal of ik weet niet van het verhaal is het goed. Aan iedereen dat van het begin er al bij is, het begin van onze vlogs, dank jullie wel. Dat vinden we super lief en leuk. En we appreciëren het echt van het diepst uit ons hart. Wij gaan vandaag naar mijn ouders, want mijn mama is vandaag jarig. Woehoe! Fijn. Proficiat! Nou, we zien haar straks en we gaan er proberen een super fijne dag van te maken. Het is weer prachtig weer, dus wij zijn weer super super happy. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Gaan een bloemen, Charlie. Zijn we ooit al eens geweest voor een andere video dat we zo'n challenge deden? Dat we het beste Valentijns cadeau kan maken binnen de 1 uur. Het is gesloten. De kleur van mama is oranje. Ja, oranje. En is groen. Deze is opgelopen. Kijk eens. Het is niet voor jou, hè? Ik weet niet wat je doet, maar. Dus nu zijn we bijna thuis en we gaan wel surprisen met het boeketje. En ik moet heel dringend pipi doen. Allee, wat's nieuw? Ik ga gewoon binnenkomen, pas af naar de wc. Maar ik merk echt door die zon en zo en dat zomergevoel, dat maakt me echt levend. Ja, dat is echt, dat maakt echt happy. It's time for X on the beach. Tot nu toe niet veel drama, je weet wel. Maar we zullen het zien. We geven het altijd het voordeel van de twijfel. We starten met een nieuwe ex die op het strand komt. Oh, kut. Ja, de kut zo is van mij. Bomba klot. Hey, Playa, dacht dat je sugar mommy was. Oei, oei. Fuck. Komt hij uit water is dat mijn ex. Komt hij uit water is dat mijn ex. Precies van New Kids zo. De man. Godverdomme, dat is een mooie hond, joh. Dat is een godverdomme mooie hond, joh. Broer, was je gewoon even sugar mom, joh? Nee, helemaal niet. Maar waar is mijn geld dan? Ik denk dat je dat eerst eens moet doen. Is die ene nu speciaal naar de andere kant van de wereld gegaan voor haar geld, of wat? Ik ken dat wel in het lager of zo, of middelbaar, wanneer je zo iemand een geld leent. En die guy komt zo terug, ah, ik moet echt 2 euro. Geef me nog een halve euro voor die pak chips dat we hebben gedeeld. We zullen zien over hoeveel geld het gaat. Ja, ik heb hotel betaald, het avondeten, dat klinkt een beetje heftig dit. Ik zou me kapot schamen als er nu een chick op het strand komt en die zegt, ik krijg nog geld van je. Al die Ralph Lauren t-shirtjes zijn gewoon door al die chicks gekocht voor. De volgende ex die aan het strand komt, ik moet met nog een Ralph Lauren t-shirt. Dat is 21 jaar, ik krijg waarschijnlijk nog net die zakcentjes van de ouders of zo. Ik ben Romy, ik ben 22 jaar oud en mijn ex is Maxine. Mensen zien me altijd als een bitch als ze me zien. Ik heb heel vaak gehoord dat mensen zeggen, ik dacht echt dat je een bitch was. Want ik was wel echt bang voor jou. Kennis is eigenlijk hoe lief ik ben. Als jij niet netjes naar mij bent, ben ik ook niet netjes terug. Want ik ga niet over mij heen laten lopen. Maar zij is dus ook 22. Waarom zien al die dames er 10 jaar ouder dan mij uit, precies? Dat lijkt me wel redelijk gezellig. Allee, tot nu toe. Complimenten krijg ik toch wel met tieten. Ja, met tieten zijn toch wel mijn pluspunt. Ik krijg dat compliment ook heel vaak. Dat is bij mij ook een pluspunt. Ja. En mijn ogen ook heel vaak. Ik ben niet makkelijk, ik moet wel echt wat moeite doen. Maar als jij uiteindelijk jouw moves hebt, hoe je tegen me praat. Ze zegt wel van uiteindelijk als je een moves hebt, kan het. Dus ze zegt wel dat het kan. Ja. Je doet dat goed met ze. Sorry, nee, ik kan niet lachen met iemand. Dat is niet lak mijn uiterlijk. Dan krijg je mijn benen open, anders niet. Als je de juiste code weet, zoals sesam open nu, dan gaan die benen opeens POW! Ik en Maxime met elkaar leren kennen via social media. Via zijn online cursus. Misschien is ze daarvoor betaald en dacht ze dat ze voor een date betaalde. Uiteindelijk zijn we gaan afspreken en heb ik alle kosten op mij moeten nemen omdat Maxime geen geld had. Heftig. Winkelen, de kleding, eigenlijk heb ik alles wel betaald. En ik denk dat het toch wel een bedrag van 800 euro bij elkaar is. Dus ik kom zelfs, ik ga hem duidelijk maken dat ik geen sugar mommy ben en dat zijn gedrag totaal niet te accepteren is. Totaal niet accepteren, gewoon. Het is goed dat je terug bent. Het is goed dat je bent gekomen naar de andere kant van de wereld. Ik kan niet even een tikje sturen of zo naar hem. We hebben wel afgesproken dat jij uiteindelijk wel de helft zou terugbetalen. En ga niet zeggen, is niet zo, maar dat is wel zo, Maxime. Denk je dat ik gek ben dat ik 800 euro ga uitgeven aan één jongen die ik net een paar weken ken? Denk jij dat ik gek ben dat ik na een paar weken ga vliegen naar X on the Beach? Want zo gek ben ik niet. Oké, maar gaat Maxime nu uiteindelijk dat geld teruggeven?
Of gaat hij het niet serieus nemen? Uiteindelijk ga je mij zomaar verwijderen. Ik weet nog steeds niet waarom. Je hebt me van, kijk, nu lach je, maar ik vind het niet grappig. Waar is jouw respect heen? Ik zou jou vroeg of laat wel gewoon hebben meegenomen, maar je moet toch even testen. Ja, zo te zien testen, is... je verwijdert mij. Ja, jongen, hou op. Al doe je alles voor mij. Als ik jou niet interessant vind, is gewoon stop het. Klaar. Oké, maar eigenlijk laten we zien of Maxime gewoon liefde kan geven, want dat is natuurlijk veel meer dan geld. Ja, liefde is meer waard dan 800 euro. Waar ik achter ben gekomen is dat je ondertussen dat je met mij was, dus ook nog met een ander meisje was. Ik had gewoon een paar chicks. Ik was gewoon goed met wat sugar mommies doen. Ik zou de zee terug inlopen, terug naar... Trouwens, ik weet hoe dat gedaan wordt, hoe dat mensen naar de zee komen. Ik ook. Elias zei, je moet je hoofd naar daar doen en als ze ja zeggen, moet je kijken naar de ex. En dan komt hij eruit. Ja. Dus waarschijnlijk is hij wel al op het strand. Ja. Moet hij die heel veel naar daar kijken, kom je dan snel aangelopen in een bikinietje, ga hij dan zo tot een knieën de zee in. En dan moet ze draaien en dan... Fijn beetje. Komst van Romy gaat echt voor drama zorgen in de villa. Ik mag echt hopen dat er drama komt deze keer. Anders stop ik met kijken. We gaan dus die nieuwe en Ivory op date. Hopelijk krijgt Ivory ook eens iets. Ik denk dat ze wel goed gaan dansen. Ze lijkt me wel... Ik hoop dat dansen beter gaan doen dan huppelen. 1, 2, 3, 5, 10, 7. 1, 2, 3. Ha, dan moet je op date gaan en dan moet je leren dansen. Ik zou ook wel niet willen als date. Ik wil gewoon zo naar jetski. Ja, ik niet, want ik heb bang van haaien. Ik zou liever een massage willen krijgen. Maar die date was echt mega vaag om dat te organiseren. Also, de productie van Ex on the Beach is echt gewoon aan het verzwakken. Ze doen echt gewoon geen moeite meer om leuke dates te fixen. Zullen we zien of ze nog hun best doen voor de volgende beelden? Ja. De volgende ex is al... Ik weet wel wie dat is. Ja, ze doen ook niet eens meer moeite om te bedekken wie het er komt. Sorry, maar... Het begin hier. Je ziet exact wie het is. Ik denk dat het een vrouw is. Mm-hmm. Misschien komt Harry wel. Misschien is dat wel Harry Snijders. Ik weet niet goed wie dat... Romee? Oh ja, die lijkt er wel op. Ja, ik kies voor Shirley en Elias. Oh. Oeh, Elias. Wil ik ook eens een twist. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat gaat er gebeuren dan? Oh. Shirley! Ja, Elias heeft natuurlijk heel veel zin om in de Love Mansion met Shirley te slapen. Hopelijk heeft Shirley er ook een beetje zin in. Ik heb er best zin in. Ik denk dat ze er ook wel best zin in heeft. Hopen op een leuk, luxueuze kamer met champagne. Ik denk dat Elias het al heel rooskleurig ziet. En als er op een raam de kaarsjes, de bloemetjes erop. Mooi wit bed, met zo'n zwaan als een handdoekje. Zwaan. Daar kijk ik ook wel naar hoor. Als er een zwaan is, dan is het voor mij op en top. Nou was het dat weer een prachtige aflevering. Nee, echt niet. Zoals we al zeiden is vandaag de verjaardag van mijn moeder, dus we gaan straks een lekker restaurantje doen. En dan hebben we nog een leuke comment, met eigenlijk een vraagje. Dus voor Mitsen. Hoi Mitsen, ben jij veggie? En die heeft persoonlijk heel goed opgelet, want ik had inderdaad de veggie... chicken dingen gepakt in de KFC. Dus eigenlijk als ik alleen thuis ben, eet ik wel veggie als ik er zelf op let. Bij andere mensen ga ik niet zeggen dat ik veggie ben. Dat is veel gemakkelijker voor hun om te koken en zo. Dat ze me niks tegen moeten houden. En ik let daar inderdaad wel op, omdat ik ben sowieso ook wel een dierenvriend. Dat weten jullie waarschijnlijk al van de één lange kleding met de dierenvideo's. Dat ik heel van dieren hou en ik ben heel snel afgeknapt op vlees. Als ik zoiets proef dat te maken heeft met dieren zo. Dan ben ik echt, dan keert mijn maag echt helemaal om. Als ik zo'n botje proef of zo'n vetje van een dier. Zo. Heel erg bedankt om te kijken. We zien je morgen terug om 5 uur voor een nieuwe vlog. En dan zeggen wij, Matthias. En met ze. Out.